Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is nu al lekker in de avond dat ik deze vlog open. Het zal wel een hele korte video worden, maar het is nu bijna 8:45. Ik zal een beetje licht aan doen in de woning. Maar wat ik al zei, het wordt waarschijnlijk even vandaag even een hele korte vlog. Ik zit wel lekker in mijn vel, maar ik heb een energie van eigenlijk niks momenteel. Omdat ik één gewoon heel erg in mijn emo zit. Wat ik al van de week al zei, de bruiloft. En dan mijn buikwandcorrectie. Ik heb weer vandaag gebeld om mezelf een beetje omhoog te houden qua lijst. Ik heb ook gezegd voor u luister, ik ga gewoon elke week bellen. Want hoe sneller, hoe beter. Want ja, weet dat even niet. Even een beetje een paar strubbelingen met rogen soms af en toe. Ik ben blij dat hij me begrijpt. Ja, toch wel begrijpt. Dus ja, ik wil een hele lange intro. Ik kom daar zo meteen weer even verder op terug. Maar alsnog zeg ik wel, nog snel, heel veel kijkplezier. Nou, hier zit er een, die is heel zielig. Hier ligt er 1:30. Ik heb de tv op zacht. Ik weet niet of jullie haar nog een beetje... Lady! Ja, die zien jullie wel, denk ik. Staat hier. En deze vraagt om aandacht. Kijk. Kijk. Die vraagt altijd om mijn aandacht. Als ik het niet geef, kijk. Ja, dan en toen? Ja, en dan? En toen? En toen? Ja, dan? En dan? Nou, waar is die poot dan van jou? Waar is die poot van jou? Nou, niet hè? Nee. Dacht ik ook. Hi, meisje van het goede leven. Hi. Ben jij nog mooi dan? Ja, hè. Zo. Ja, en dan en toen? Ja, waar? Ja, en daar was ik weer even. Ja. Hey. Hey mannetje. Ja, wat ik al eerder zei, ja. Ik heb net zo. Ik werd een beetje erg wazig, ja. Dat maakt niet uit. Nee, wat ik net al eventjes in de intro zei, het is gewoon inderdaad spannend. Ik heb net een hele lap tekst op mijn Facebook gezet. Ik heb aardig wat mensen gedacht, et cetera. Dus ja, mijn energie is momenteel 0,000. Dus daar ben ik een beetje zo luid begonnen met vloggen. Maar oké, maakt niet uit, geeft niet. Als ik maar even wat vlog. Ro is net klaar en met zijn laatste pak. Ketje, dus die is weer onderweg naar de vestiging waar hij werkt. Yep. En die heb ik ook aan de lijn, maar ik heb eventjes de intercom er eigenlijk naar. Ja, de intercom er even vanaf. Om het zo maar te zeggen. De geluid. Dus wat ik al zei, ik heb even net een hele lap tekst op Facebook gezet. Hoe ik me voel, et cetera. Dus ja. Ook voor de andere vloggers, als ik even niet reageer of wat dan ook.
is het niet omdat ik het niet heb gekeken, tuurlijk. Ik lijk altijd wel. Als ik niet reageer, is het gewoon even op dat moment gewoon te veel. Ik heb gewoon even te veel aan mijn hoofd. Ja, want ik wil jullie wel zoveel mogelijk meenemen. In het hele proces, in het wachten. Wat niet zo echt fijn is. Nee. Precies. Maar, dat zei ik al net in de intro, dat ik dus elke week ga bellen. Ja, dus dat ga ik ook lekker doen. En daar word je heel moe van. Ja. Maar oké. Er zijn ook nog andere dingen waar ik even morgen even achteraan ga. Zoals even in Eco bellen. Ja. Echt wel. Ik wel. Ja hoor, echt wel. Lig je lekker, meid? Ja, lig je lekker? Hé, hey, kleine, kom eens hier. Kom. Knuffel. Knuffel. Nee. Ik mag geen knuffel krijgen. Kijk, als je nou deze schoonmaken dan. Ah, dat is lief. Ja. Mag ik geen knuffel meer van jou dan? Nee? Eten is belangrijker, hè? Dat dacht ik al. Ja. Nou, die is wat aan het zoeken, dus ik ga even lichtje aan doen. Kijken of ik haar kan helpen. Oh, heb je hem al of niet? Heb je hem al of niet? Ja hoor, Miepie heeft het al. Ik denk, nou, dat ga ik pakken. Maar mijn vrouw heeft het al hoor. Of niet? Mag ik kijken dan? Er is niks meer. Kijk. Ga dan eens met die grote, dikke koeienpoten er vanaf, joh, gekkie. Is niks. Nee, niks meer. Is niks meer. Ga met die koeienpoten van dat kussen af, joh, gek. Wil jij het ook vertellen dan? Dat is mooi. Er is niks meer. Hier. Hey. Kijk eens, kleine. Hier. Joedoe. 1, 2. Is niks meer. Is klaar. Goedenavond allemaal, het is nu eventjes heel erg pikken donker. Dat weet ik al te goed. Ja, kijk, ik ga eens even wat in de slaapkamer aan het doen. Ik ga eventjes mij klaarmaken voor de hondjes. Het is al 11:15. Even licht aan, dus goedemorgen. Ja. Het is inderdaad een kort vlogje. Maar we hopen dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te delen. En een like heb ik al gezegd. Dat is een duimpje. En laat een leuke reactie achter. Dank jullie wel en tot morgen. En dan hoop ik ook dat ik me weer wat beter voel.